The Flat Earth movement is dominated by people from the United States and the United Kingdom, with a Thai here and there and an occasional Aussie. But we in the Netherlands have our own brand of clowns. Arwijn looks to be the most notorious, be it more for his unhinged behavior than for his contribution to Nathan Oakley's shit show. I know of these two, who, under the name Pure Gospel on the Flat Earth, spread all of the usual nonsense from some damp basement somewhere in the Dutch Bible Belt. But then I saw a documentary on Dutch television where this guy was presented, Frans Heslinga. For 40 euros you can attend his lectures about all the lies with which we are supposedly duped. Most, if not all, are just the false claims of all flat earthers again. I show some fragments, excuses for the video quality. I had to videotape it from my computer screen because my video downloader refuses to download this. And I had to translate what he says for those who don't understand Dutch. Alles verandert als je in de gaten krijgt dat het geen geloven in de ruimte is. Het woord geloven komt eigenlijk van glauben. En wie glauben das, en zo kom je eigenlijk aan dat woord geloven. Here he claims that the word globe originates from the German word glauben, which means to believe. In reality, it comes from the French word globe and directly from the Latin word globus, meaning round mass, sphere or ball. Then he comes with the classic airplane flying vertically and even upside down, not understanding the concept of down. Als u naar bovenaan staat met het vliegtuig en u gaat op een gegeven moment naar beneden, er is toch een moment dat u verticaal vliegt. Er is toch zelfs een moment dat u ondersteboven vliegt. He goes on, not understanding conservation of momentum. Nou, laten we een spelletje doen. U heeft een vrije dag. U heeft een vrije dag en u heeft een vliegtuig. Dat is van belang. Nou gaat u hier vertrekken, maar ondertussen dat u naar boven vliegt, zeg maar, is de aarde natuurlijk aan het draaien. En als wij zo meteen naar beneden vliegen, dan hebben we kans dat we bovenop onszelf landen, hier aan deze kant. Want de aarde draait immers door. Dus eigenlijk wat ik hier vertrok, na 12 uur, kom ik eigenlijk precies weer op dezelfde plek neer. Zit u dat probleem een beetje? Of course he presents the explanation of sunset on a flat earth. De zon gaat niet op en onder, die komt alleen dichterbij en die gaat weer verder. He also claims that gravity is nonsense, without explaining why. Dit is meneer Newton, hè, die bedenkt dat een appel naar beneden valt omdat die aangetrokken wordt door massa. Nou, wat een onzin is eigenlijk dan. And to top it off, he calls Einstein a liar, who was asked to support Lemaître's theory of the Big Bang. U moet ook geen hoge pet op hebben van deze leugenaar. De man werd ingehuurd om de hoax van Georges Lemaître over de Big Bang te ondersteunen. Het zijn beide katholieke priesters, Jesuiten priesters, vrijmetselaars. He adds to this drivel that both Einstein and Lemaître were Catholic Jesuits and Freemasons. Lemaître was a Catholic Jesuit, all right, but Einstein was Jewish, and although he attended a Catholic elementary school in his early youth, he lost faith later on, and he was married twice, so he most certainly wasn't a Jesuit priest. By the way, what all of this has to do with the theory of relativity is beyond me. Then he presents Dutch astronaut André Kuipers as being a lizard in disguise. Ik heb een keer een interview van hem gezien en toen had hij zo'n reptiele oog. En in één keer was dat beeld als hup, dus dat er zo'n ander oog was hier tevoorschijn. Ik denk, zie ik dat nou goed? Another classic, the victims of the Challenger disaster. Weet u dat nog, die Challenger die toen na 8 seconden ontplofte na de lancering? Ja, die mensen zijn dan zogenaamd allemaal overleden. Nee, want ja, dat overleef je niet. En toch, een paar jaar later zijn ze allemaal weer aan het werk. En de ene is werkbaar, de andere dat. Dat zijn allemaal tweelingbroers en tweelingzussen.
In short, Heslinga is a clown who just repeats all of the standard BS all flat earthers repeat ad nauseum. The video ends with the reporter asking him some questions about the anti-Semitic implications of some of his statements. And then he turns out to be a Holocaust denier too. De Holocaust bijvoorbeeld. Heeft u werkelijk plaats gevonden? Die ontken je ook? Echt waar? Ik weet dat hij niet heeft plaatsgevonden. Ik weet ook precies wanneer dat allemaal in elkaar gezet is en door wie en met welke bedoeling. Although the reporter has joined Heslinga in his car on the way to this lecture, we see Heslinga leave alone. The reporter wishes not to be associated with this despicable clown anymore, in any way, shape or form. On his YouTube channel, I found the same false claims again and again, but I never had seen this one before. This is why we know the moon is close by. I'm not joking here. He really presented an airplane changing course as evidence for a close-by moon. Had he presented a picture like this, maybe I would have believed him. The Dutch still are the tallest people in the world, and their IQ is, together with the Germans, with an average of 107, among the highest in the world. But measuring the average means that, statistically, there must be people who don't make the mark. And that's a pity, because many of them seem to be in the flat earth business.